Zodra je Devil May Cry 4 opstart, valt meteen één ding op. Capcom heeft gehoor gegeven aan het commentaar van fans dat het vorige deel te moeilijk zou zijn. Daarom kun je al voordat je de game begint kiezen voor de optie Human, een speelbare Devil May Cry 4 versie voor nieuwelingen. Daarnaast kun je kiezen voor een mogelijkheid Devil Hunter. Deze is bedoeld voor gamers die al bekend zijn met deze succesvolle actieserie. Maar hoe succesvol is Devil May Cry 4? Je kruipt in eerste instantie in de huid van het nieuwe personage Nero. De eerste missie is meteen een soort van tutorial, waardoor je direct de moves van Nero leert kennen. Hoewel hij qua uiterlijk veel weg heeft van Dante, is het vechten gelukkig een ander verhaal. Nero beschikt namelijk over een speciaal soort arm, de Devilbringer. Dit is een soort van magische grijparm waarmee je objecten, maar nog belangrijker, vijanden naar je toe kan trekken. Dit is een erg efficiënte manier van vechten. Daarnaast kun je vechten met je Blue Rose Revolver of je Red Queen Sword. De gameplay speelt heerlijk dankzij de diverse vechttechnieken en het is de bedoeling dat je zoveel mogelijk brute combo's maakt. Daar word je voor beloond zodat je later je personage weer kunt upgraden, bijvoorbeeld door het bereik van je Devilbringer te verlengen. Wat betreft het upgrade systeem is het fijn dat je de gekozen upgrades weer ongedaan kunt maken op diverse momenten in de missie. Hierdoor kun je die besteden punten opnieuw inzetten op andere skills. Aan het einde van elke missie krijg je een beoordeling over hoe je de missie hebt uitgevoerd. Je wordt beoordeeld met een cijfer van D tot en met SSS. Dit cijfer wordt bepaald door het vechten, je style points, maar ook je gebruikte items, het aantal red orbs dat je gevonden hebt en hoe lang je over een missie hebt gedaan. Afhankelijk van je gekozen moeilijkheidsgraad bestaat het spel uit 13 of 20 missies. Hoewel je het grootste gedeelte van het spel speelt met Nero, zul je ergens halverwege 7 missies moeten uitvoeren met Dante. En een keer terug zoals we hem eigenlijk allemaal kennen uit deel 3 van de serie. Je kunt switchen tussen Trickster, Rollguard, Gunslinger en Swordmaster. Zijn besturing werkt net zoals bij Nero vlekkeloos. Waar het bij veel slechte games zo is dat je wel in de lucht kunt springen, maar dan geen aanval meer kan uitvoeren, is dit in Devil May Cry 4 allemaal samen verheven. Je voelt je bijvoorbeeld een ware keizer door met Nero te springen in de lucht, een vijand naar je toe te trekken en deze neer te mappen met je zwaard. Een nadeel van deze game is wel dat je met Dante aan het backtracken bent in de omgevingen waar je met Nero al eens bent geweest. In deze game zal je tegen verschillende demonen vechten die allemaal om een andere aanvalstechniek vragen. Verder is het vechten net zo moeilijk of makkelijk als wat je zelf wil, want er is een optie om alles op de automatic mode te zetten. Dit houdt in dat alle vette combos op je scherm verschijnen door simpelweg te buttonmashen. Als je dit niet wil en zelf alles onder de knie wil krijgen, kun je deze optie natuurlijk gewoon uitschakelen. Voor de afwisseling kom je ze nu en dan ook een eindbaas tegen. Het leuke hieraan is dat het niet standaard na elke missie zal gebeuren. Verder zal je af en toe ook nog een puzzel moeten oplossen. Deze zijn niet van heel erg hoog niveau, aangezien de actie in deze game voorop staat. Toch is dit een leuke toevoeging. Het vechten en het oplossen van puzzels zul je doen op diverse locaties. Denk aan een kerk, een kasteel, een dichtbevolkt bos, rotsvlakken of een laboratorium. Grafisch ziet Devil May Cry 4 er indrukwekkend uit, alleen krijg je af en toe het idee dat niet het onderste uit de kan is gehaald. Zo hadden diverse gebouwen beter gedetailleerd gekund en hadden bepaalde locaties wat dynamischer mogen zijn. Toch kun je niet zeggen dat de makers geen zorgen hebben besteed aan de grafische kant van deze game. Het kleurgebruik is sfeervol. Veelal wordt er gebruik gemaakt van paarse tinten, waarbij Devil May Cry 4 niet een duistere actiegame is geworden. Dante en Nero, maar ook andere personages, kennen hun eigen gelaatstrekken en zijn mooi aangekleed. En op sommige momenten wordt deze game wel degelijk sfeervol. De tussenfilmpjes zijn mooi en ook met het geluid is niets mis. Sommige mensen vinden de muziekkeuze tijdens de intense gevechten verkeerd. Maar hebben deze mensen wel goed nagedacht? Ja, het is eentonig, maar dit is een bewuste keuze geweest van de makers. Op die manier weet je precies wanneer je met je voeten vijandige bodem betreedt en je hart aan de bak moet om te overleven. Want naast deze gevechten wordt er een andere muziekkeuze gebruikt. Dit maakt de muziek wel zo divers.
De voice-overs sluiten naadloos aan bij de karakters en vormen een goed geheel tijdens de erg mooie cutscenes. Toch heb je soms het idee dat de overstap naar de huidige consoles niet helemaal goed is gegaan en we nog te maken hebben met een PlayStation 2 titel. Het menu van de game is te simpel voor woorden. Je plattegrond die je tijdens het spelen kunt raadplegen voegt praktisch niets toe omdat hij te eenvoudig is. Je hebt trouwens ook geen save points, je zal handmatig moeten saven. De grootste irritatie, hoewel dit ook wel iets overdreven is, is misschien wel het camerastandpunt. Deze werkt niet altijd lekker mee en kun je niet altijd handmatig besturen. Soms loop je hierdoor fout, maar over het algemeen blijft het frustratiegehalte van minimaal niveau. Devil May Cry 4 is toch wel een verslavend spel, ook al laat het hier en daar een steekje vallen. Met een nieuw personage biedt Devil May Cry 4 heel wat uurtjes vermaak en is er een goede balans tussen het vechten en het oplossen van puzzels. Dante en Nero hebben diverse manieren om te vechten. De besturing is fijn en daarmee is de gameplay gewoon dik voor elkaar. Devil May Cry 4 is juist geen titel om van te huilen, maar één om van te genieten.